In de week van checken we wat je kunt doen in onze provincie tijdens oktobermaand kindermaand. En als je goed oplet, kun je ook nog prijzen winnen. Een weekendje weg bijvoorbeeld. Wat moet je doen? Deze week zit er elke dag één letter verstopt in de filmpjes. Met de vijf letters kun je een woord vormen. Dus goed opletten en vrijdag vertel ik je waar je je oplossing naartoe kunt sturen. Vandaag checken we hoe je een goede toneelspeler wordt, maar we gaan eerst abseilen van het boomkrompad in Drouwen. Hoi, ik ben Ferris. We zijn in boomkrompad en dat is mijn zus. En die zus van jou gaat gewoon even abseilen, zeg. Jij ook? Kijk gewoon even. Oké, verstandig. We komen er straks wel op terug. Eerst de rest van het terrein even checken. Weet een van jullie ook wat er nog meer te doen is? Soms activiteiten en er komt ook les een meneer met vogels. Ja, Amerikaanse zeehaar, toch wel de bald eagle. Hij denkt, zit er wat lekkers tussen. Supermooie vogel. Staat ook op de Amerikaanse vlag en op de dollar. Dat is deze vogel dus. Je kunt allemaal speurtochten doen. En je kunt ook gewoon rondlopen. Er is ook zo'n, ja, dan ga je met een trap omhoog en dan kun je door de toppen van de bomen lopen. Ja, je bedoelt het boomkrompad natuurlijk. 22 meter hoog. Woehoe! De havik is een echte bosvogel. Vanaf deze plek ziet de havik een muisje dat op de grond loopt haarscherp. Het is gewoon interessant. Met alle beestjes en bomen. En ja, ik weet niet, ik vind het wel gezellig als je met z'n allen in het bos bent. Kijk hoe hoog het is. Allemaal heel erg leuk en lekker, maar is je broertje nou nog gaan abzuigen? Ah, toppertje, dus wel. Huppakee, en gewoon gaan. Ja. Goed. Hey, hoe gaat het? Goed. Vind je het leuk? Ja. Wil je ook naar het boomkrompad in Drouwen? In oktober is er elke zaterdag wat te doen. Top, goed gedaan. Hi, welkom bij de theaterlessen bij Excellemont. Tweede Excellemont. Dus nog niet even. Rot toch eventjes op. Nou, puikacteerwerk hoor jongens. Deze kids volgen theater- en muzieklessen in een kerk in Tweede Excellemont. Wat doe je nou? Toen ik al 2 was, zei ik, wil met toneel werken. Dus dat ga ik nu ook doen. Ja, want ik vind het leuk. Onze regisseur is Monique. Dus als je ziet dat... De lerares is heel aardig en de opdrachten zijn heel leuk. Bijvoorbeeld allemaal dingen dat je in een bus moet zitten. Laat eens zien dat je blij bent. Goedemorgen, buschauffeur. Hoe gaat het met u? Goed. En dan kan je boos. Ik wil dat je weggaat. 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 En emoties voordoen, zoals verdrietig, bang, blij en boos. Als je op het podium gaat, ga je vaak helemaal op slot staan. Luc, Tobias, vuisten gebald. Ja? En dan het podium op, hè? Je moet hier hard praten. Want als iemand helemaal achteraan zit en die verstaat het niet, en dan gaan ze helemaal weer praten. En dat willen we dus niet. Lichten, check. Stoelen, check. Dieren, check. God toch op. Ik ben in groep 5 ben ik gepest en ik krijg heel veel zelfvertrouwen om zeg maar een andere rol dan te spelen. Goedemorgen, buschauffeur. Goedemorgen. Nou, wat weten jullie al ontzettend veel. Dan hebben jullie vast al heel lang toneellessen. 2 dagen. Oh, maar dan ben je een natuurtalent. Ja, nou, met z'n allen. 1, 2. Komt er ook nog een officiële voorstelling? Na de herfst, de kerstvakantie komt de voorstelling. Thema's liefde.
Oh, leuk. En ben je ook al verliefd? Nee. Nou, eigenlijk wel, maar ik zag niet op wie. Groot gelijk. Nou, ik ga kijken hoor. En wil je deze maand al een kleine voorstelling leren spelen of muziek maken in Tweede Exloërmond? Dat kan op 17 en 24 oktober. Morgen gaan we naar een circusschool en krijgen we les aan de popschool in Hogeveen. Tot morgen!